Wat wij trachten te doen is elk jaar een lezing te laten doorgaan door AnySurfer. Zij reiken ook het Accessibility Label uit in België. En zij brengen iemand mee die volledig blind is. En zij geven een demo van hoe je kan lezen met een braillelezer, met screenreaders die het scherm voorlezen. En dat is eigenlijk een sessie waar de studenten heel hard geconfronteerd worden met iemand die blind is. En hoe moeilijk of hoe gemakkelijk het kan zijn om te surfen online. En het is door een live demo te zien dat ze een heel andere perceptie erover krijgen. En gaan beseffen van, tja, wij moeten onze code aanpassen, ons webdesign aanpassen, om het gewoon gemakkelijker te maken voor mensen met een beperking. Ik gebruik een normale computer, dus een klassieke Windows-omgeving. En er staat extra software op en ik heb een extra hulpmiddel. Dus de eerste aanpassing is dat er Spraak is geïnstalleerd. Dat is een, dat is een softwarepakket dat voorleest wat er op het scherm staat als ik daar de opdracht toegeef. En een tweede aanpassing is de braille-leesregel. Dat is een apart toestel onder de laptop, die zijn los van elkaar, die tegelijk in braille gaat tonen wat er op het scherm staat. Ik ben dus webdesigner van beroep. En ik heb nog nooit gehoord van AnySurfer. Dat zegt mij nog niks. Maar ik heb al wel een keer zelf op onderzoek uitgegaan. En via een vriendin die dan niet goed zie, een keer gaan kijken hoe dat die dat zelf ervaart van op verschillende websites te surfen. En gewoon om echt letterlijk te zien hoe dat zij dat eigenlijk doen. Je moet weten dat AnySurfer zelf, degene die het een klein beetje in kaart heeft gebracht in België, ook nog niet zo lang actief is. Dus we hebben ook wel zitten wachten van, ja, wat moeten we dan juist doen? Die richtlijnen waren er in de Verenigde Staten. AnySurfer is er en doet nu een goede job in dat te verspreiden. Ik denk als ik nu op een bureau zou zitten, dat ik daar wel werk van zou maken, zeker. De richtlijnen leggen redelijk veel criteria op. Maar het is een beetje een misverstand dat het allemaal de verantwoordelijkheid is van de webmaster, van de eindverantwoordelijke van de website. Eigenlijk is een boodschap die we willen uitdragen dat iedereen in het productieproces van informatie zijn steentje bijdraagt tot toegankelijkheid. En dan valt het voor die webmaster die het uiteindelijk moet samenbrengen best wel mee. Ik geef een voorbeeld, als je een video op de site zet, een videobestandje, dan vragen we inderdaad dat die ondertiteld zijn, maar dat is niet de webmaster die uiteindelijk zal moeten zorgen dat er ondertiteling komt. Vaak werk je samen voor video met een gespecialiseerd bedrijf. Dus eigenlijk zouden zij moeten zorgen dat het product wat ze afleveren, de video, dat die aan toegankelijkheid voldoet. Goh, ja, dat is natuurlijk de vraag hoe strikt dat moet genomen worden. Hè? Als ik nu een website maak voor een hip groepje, moet er dan de ondertiteling komen van wat ze zingen? Er zijn zoveel filmpjes tegenwoordig dat er op websites verschijnen. Als ik nu een website maak en er moet reclame op komen, en die reclame is een filmpje, krijg ik dan geen label omdat er bij die reclame geen ondertitels zijn. Dat zijn allemaal vragen die je dan ook moet stellen, want die reclame wordt dan weer uitbesteed aan een ander bedrijf. En, ik werk altijd naar wat de klant vraagt. Want als ik mij ga moeten zorgen maken om elk labeltje dat je kunt halen op een site binnen te halen en dat er ook daadwerkelijk op te zetten, dan zou mijn website waarschijnlijk volstaan, zou ik een aparte pagina moeten hebben voor die labels op te zetten ofzo. En ik denk dat de klant daar ook helemaal niet zo mee bezig is dan. Tenzij dat klanten zijn die zich willen richten op dat publiek ofzo. Of dat dan echt een universele grote website is, dan kan het ook wel zijn dat er zo'n vragen binnenkomen. Als ik morgen voor een supermarkt een site moet maken, dan moet ik dat in mijn achterhoofd meenemen. Waarom? Wel, veel mensen met een handicap of met een beperking die gaan online shoppen. Dan is die supermarkt ook bereid om daarvoor te betalen. Dus ik ga zelf als webdesigner daar geen geld aan inboeten. Het is gewoon belangrijk dat je klant de beste service kan geven en die zal bereid zijn om daarvoor te betalen voor die meerkost. Outlook Express with all, AVG9, agenda. Dus hij volgt constant waar ik met de cursor naartoe ga. Het allerbelangrijkste is de navigatie. Je moet op internet van pagina naar pagina kunnen gaan. Dat is de essentie van het internet. Dus dat moet je kunnen doen zonder dat je een muis nodig hebt. Er zijn een aantal websites waar je niet van pagina naar pagina kan gaan met het toetsenbord. Dat is een van de grootste obstakels, want als je niet op een pagina kan komen,
dan heeft het ook weinig zin om de rest van de site toegankelijk te gaan maken. Ik zorg dus bij het maken van mijn website altijd dat de mensen de website, het menu, kunnen bezichtigen met de tabs. En zo makkelijk naar telkens een volgend menu-item kunnen aanklikken en doorklikken naar die rubriek. Maar dat is voor mij standaard programmeren eigenlijk. Allee, dat zit dan er gewoon standaard bij in. Dat is niet als ik dat aan het programmeren ben, ben ik niet aan het denken van, ah ja, dat is goed, want dan kunnen de blinde mensen of mensen die minder goed zien, ook mijn website bezoeken. Dat gaat meer om de normen van programmeren of zo, u laat hoog genoeg liggen. www.bit.be, dat is een Webit Antwerpen. Pagina heeft 17 koppen en 45 links. Dat is een nieuw. Oké. Okay. Hij heeft de titel gelezen van die pagina, dus Webdesign Webit Antwerpen. We hebben gehoord dat er 17 koppen op deze pagina zijn en 45 links. Dus dat geeft mij al een eerste idee van hoe die site er min of meer zou kunnen uitzien. 17 koppen is vrij veel voor een homepage. Dus dat is een eerste reactie die ik heb van oké, ja, dat zal toch wel het een en ander opstaan. Het is niet een... Het is niet zomaar een taalkeuzepagina. Ik zit echt al wel op een uitgebreide pagina. 47 links is vrij gemiddeld, dus dat betekent dat we toch al een redelijke website hebben. Je ziet het, ik gebruik niet alleen de spraak, maar tegelijk ook altijd de brailleleesregel. Ik luister niet alle zinnen helemaal af. Dat is omdat ik ze soms al ineens in braille heb gelezen, bijvoorbeeld. Ik kan hier al een probleem aanhalen. Ik ben nu in het formulier. Contactformuliertje, vrij simpel, ziet er vrij eenvoudig uit. Een paar veldjes waar dan je naam, e-mail, onderwerp en bericht moet invullen. Maar als spraakgebruiker, als ik dus geen overzicht heb over mijn scherm, ik luister gewoon naar de pagina, dan weet ik niet wat ik waar moet invullen. Dat is technisch niet zo moeilijk op te lossen. Maar als ik hier met de taptoets en met de spraaksoftware doorga, dan gaan we eens kijken wat er gebeurt. Vul vrijblijvend ons contactformulier in. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Invoerveld. Oké, dat is interessant. Vul het formulier in. We nemen contact met u op. Maar ik zou graag weten wat ik hier nu moet invullen. Ik zit op een invoerveld, heb ik gehoord. Maar ik weet niet wat hier gevraagd wordt. Als ik verder tap. Invoerveld. Nog een invoerveld. Invoerveld. Nog één. Invoerveld. Nog één. Verstuur je berichtknop. En de versturen. Dus iemand die ziet, die heeft geen probleem om... Die ziet gewoon van, oké, daar moet ik een bericht invullen, daar moet ik mijn naam invullen. Maar met de spraak wordt die informatie niet gegeven. Dus als ik zo'n contactformulier programmeer, dan zal ik zowel de labels linken aan de invoervelden. Maar dat is meer uit perfectionisme dan voor weer specifieke gevallen of zo. Ik ben gewoon naar de homepage gegaan en ik heb niet gevraagd om muziek te spelen. En ik probeer mijn spraakprogramma te volgen, maar... Dankzij deze vreselijke muziek kan ik mij dus niet meer richten op de stem die ik eigenlijk wil horen. Dus hier staat misschien wel ergens een stopknop voor dit geluid, maar ik kan hem niet vinden omdat ik niet kan horen wat dan mijn spraakprogramma in de achtergrond aan het vertellen is. Muziek op een website zetten. Ik raad elke klant dat eigenlijk af, want telkens dat er muziek op een website verschijnt, ik denk 99% van de bevolking zich daaraan stoort als dat ineens opspringt en je geluid staat aan en dat staat veel te luid. En dan nog niet gedacht aan de mensen die dan eigenlijk moeten beschikken over de tekst dat dan voorgelezen wordt en daar dan nog eens een keer muziek wordt doorgedraaid en je kunt dan de knoppen niet vinden voor het geluid af te zetten en zo. Stel dat u opdrachtgever de Vlaamse gemeenschap is, dan wordt dat vereist dat je het label van AnyServer haalt. En dan plots kan het wel. Dus dat is wel spijtig dat het zo ver moet komen, eeraleer dat je je code gaat optimaliseren tot in de puntjes. Ja, dat de site van de overheid de accessibility hoog in het vaandel nemen, dat vind ik dan weer noodzakelijk. Want er moet iemand het goede voorbeeld geven. En ja, als bedrijven het uit een commercieel standpunt laten eigenlijk, vind ik dat de overheid juist moet zeggen van ja, wij doen dat en eigenlijk zou iedereen het moeten doen, die moeten het goede voorbeeld geven. Hè. Op termijn zou het natuurlijk ideaal zijn als AnyServer niet meer nodig was, als alle sites sowieso
rekening zouden houden met die toegankelijkheid, dan worden we overbodig. Nu, we vrezen dat dat er niet snel van zal komen. Maar we proberen wel te evolueren naar... websites is nu redelijk bekend, maar ook op internet staan ook heel wat andere soorten documenten. PDF-documenten, Word-documenten. Maar het uiteindelijke doel is onszelf overbodig maken.